Het is een sniper shootout. Samen met Armor Games. Shoutout naar hem. En wanneer hij lekker klaar is met zijn fortje bouwen, beginnen we er gewoon aan. Regels zijn simpel. Wie dat eerste dood gaat, die heeft de ronde verloren. We hebben 3 rondes. We gebruiken geen traps en zo, enkel bounce pads mogen we gebruiken. Je ziet dat we in de low gravity zone zitten, ook van de cubus. Ik dacht dat was wel een geinig ideetje. Dus als Arnor klaar is, beginnen we gewoon. Ja, ik Arnor, ben bijna klaar. Geef even een kreet als je klaar bent. Je ziet hem daar zeker al rennen. Een wijfie. Ik denk dat Arno echt heel hard de hoogte in gaat zoeken, dus ik denk dat wij dat ook maar eens even gaan doen met onze bouwwerk. Ik dacht net dat klaar was, maar extra dingetjes gaan doen. Waarschijnlijk snappen mensen hier. Ik denk dat niet buiten de gravity zone. Ja, maar als het er een beetje uit is, ja boeien. Niemand ziet dat. Oké. Ja, zolang dat het er maar geen meter uit is, kan ik het niet eens erg. Ik zit echt gewoon pokken hoog, hè, vriend. Alhoewel, ik denk dat... Oké, ik denk dat ik 1 hoger zit dan nu. Ga ik niet over klagen. Doe we zonder of met bouwen tijdens de fight? Zonder bouwen tijdens de fight. Het is gewoon wat je nu hebt, daar moet je het mee doen. Wacht, ik hak nog wel. Ik ben wel klaar, I guess. Even nog een raampie maken. Hier ook even een raampie maken en dan hier in het midden ook even. Hup. Hup. En hup. Oké, okay, I am ready. Nu is nog wat details bij aanvoegen. Ander dan ik. Toon u zelf wel even voordat je begint, daarna zal ik af en mogen doen wat je wil. Oh, oké, okay, flikker naar beneden. Heb je shield bij u of? Nee, echt gewoon als je dood zit, zijn je dood. Maar heb je shield nu? Ik heb nu shield? 100 shield. Ik heb nu 100 shield, ja. Dan neem ik even die chuck chuck in. Ja, maar dat mocht je ook doen. We beginnen alle twee maar met 100, dus. Met welke gun gaan we beginnen? Met de semi-auto. Oké, okay, dat is ik ga even mee dan mijn wapens droppen. Ja, nee, ja, je mocht erbij houden, hoor. Ik heb ze ook nog bij, maar ik vertrouw dat je. Ik ben bang dat ik ga switchen. Ja, ik heb wel geen bounce. Weet je wat, dan doe ik dat ook. Anders, ja, oké, okay, dan kom ik er even brengen. Maar ik drop mijn wapens hier ook dan. Mensen zien nu op de stream dat ik mijn wapens heb gedropt en dat ik ga nu even gewoon naar Arnor voor een bouncer te droppen. Wacht, ik ga ook even. Ja, hij ziet me waarschijnlijk wel al aankomen. Hallo. Waar? Ik zie je echt op de... Hier. Wij ja. Achter u. Ja, oké. Okay. Bedankt. Oh, ik spring er ook gewoon over. Hopla. Oké, en wie dan? Beginnen we uit de cirkel of in onze base? Ja, ik zou zeggen, begin maar in uw base, want ik denk dat ik er echt wel moeilijk in ga raken. Oké, ik ben klaar. Oké, ik zet mij ook even klaar. Mag je editen? Wel gewoon. En dan zeg ik 3, 2, 1 en snipe. Ja, het ding is, we kunnen springen, maar we kunnen er ook gewoon voor kiezen voor de gluipende manier. En dat is gewoon... Oh, ik weet ook niet eens waar je zit meer. Oké, ik weet het. Maar ik ben echt zo dat kind die gaat springen als ik niet weet wat ik... Wow, joh, heb jij mij nu geraakt of heb je mijn bouwer geraakt? Of... Is het mijn semi-instinkill? Oh, fuck, ik denk het niet. Ik flikker naar beneden, ik heb zoveel geluk. Hallo!
Oké, nu, maar nu kan ik wel even kijken waar hij is. Ah, nu val ik naar achteren, vriend. Oké, I'm in. Oké, ik zie zitten. Even kijken naar coolant. Jongen, oh, weet je hoe scheef dat ding eigenlijk schiet? Ja, ik noem maar. Dan zie je nog eens. Het ding is dat ik niet weet waar je zit. Ik denk dat je nog steeds daar zit. Wie zegt dat? Ja, oké, ik heb je zien editen, dus gaat die plek wel echt verraden nu. Ik zat vast. Ja, dan heb je wel je plek nu verraden. Oké, nu zit je beneden ergens, want ik zag je weer editen. Nu zit je lager. Maar het ding is, ik zie dat je daar een soort van loopbrug hebt gemaakt. Dus ik ben best wel bang dat je... Je dichtbij... Zeker daar nu... Ja, ik zie je daar nog editen. Arnor speelt het heel sneaky. Ik denk dat ik het spannender vind dan iedereen hier. Ik ga een beetje irritant doen door echt gewoon een beetje zo te kijken. Ik zie het niet. Where are you? Wat? Oké, ik zag je ergens van daar zien, dus ik denk dat je gewoon in die hoogste toren zit. Kijk, daar zit. Ik zit daar. Ja, eigenlijk een regel moet naar beneden schieten of niet. Wat bedoel je beneden schieten? Ja, ik bedoel dingen zeggen daar bijvoorbeeld. Naar beneden. Ja, bijvoorbeeld, jij zit daar nu, denk ik, alleen maar vast aan een muur. Oh, ik zag u rennen. I saw you ergens rennen. Ik zit ergens aan. Ja, ik zie. Oké, nu weet ik wel zo te vinden. Ik weet dat je een sniper bent, hè? Kijk. Kijk hoe cool. Het ding is, ik weet dat jij best goed bent daarin. En ja, oké, nu zit je daar beneden. Goeie, het flikker naar beneden in één keer. Weet jij mij nu zitten of niet? Ik weet jou niet zitten. Ja, oké, maar ik weet jou niet. Dus dat komt goed uit. Ja, hoi. Ik denk dat hij echt gewoon ergens random is gaan snipen. Kom ook by the way ook je bouwwerk herstellen, hè. Ja, ik heb geen bouwresources bij mij. Dus mijn maakt ja, of niet kom ik gewoon echt even sneaky achter je een boompje gaan kappen. Oké, nu weet ik wel weer zitten. Oh, oké, dat was een hit. Arnor heeft me gehit, maar je ziet... Oké, ga je daar neer. Hit! Ik heb hem ook gehit zo te zien, dus we hebben nu alle 225 als ik het goed heb. Als ik het goed heb, heb je alle 225 HP. Ik heb 125. Oké, we hebben alle 225. Oeh, dat was een harde hit. Ik kan je niet eens meer zien man, met de... Hoe hoog spring je? Heb je daar een launchpad of zo? Nee, bouncepad. Je mag bouncepad gebruiken, hè? Dat was niet verboden. Maar het is wel zieker als ik u raak zo. Oké, raak mij nu. Ja, ik weet dat jij er vrete goed in bent. Hoeveel heb je eigenlijk nog? 60 of zo? 50. Maar het ding is, ik weet niet waar dat jij zit. Want het enige waardoor ik u soms zie... Is als je van achter je bouwwerk komt, of want het ding is, maar jij kunt best sneaky zijn. Want ik denk het, ik weet niet, kruipt. Woe! Oké, dat was een close call. Wow, die vloog echt langs mijn kop erbij, denk ik. Ja, maar het ding is, ik weet, als ik op die bouwstuk spring, dat je echt gewoon een groot oppervlak hebt en je raakt gewoon. Oh, vriend, echt. Was ik af en toe close of was het echt zo van, nee? Ik denk dat je wel een paar kogels close zult maken. Oké, you are sitting there, oké, okay, I know. I know it now. Oh, echt, had ik die kool per ongeluk misgeschoten en ik had iets verder geschoten, had ik u geraakt. Waarschijnlijk waren dan ook wel niet dood, maar...
Maar kijk, dat is dus het probleem. Je hebt echt een hoog fort. Dus als je ergens, als je er ergens achter kruipt, weet ik niet waar dat je zit. Dus moet ik echt gewoon heel hoog gaan. Oké, okay, ik zag je net editen, denk ik. Not sure, maar ik denk het wel. Sorry voor het geluid hier, mensen, maar ze werken in mijn straat. Dus ja, dat ik verder ook niet aan doen. Ja, ik denk dat hij mij gewoon ergens... Als ik, maar het ding is ook, als ik zo spring... Oké, okay, ja, daar toch. Ik ben ook gewoon rennen, maar... Ja, weet ik veel. Ik ben aan het no-school. Oké, fuck. Ja, oké, okay, nou I'm fucked. Nou I'm pretty fucked. Waarom? Omdat ik ergens... omdat ik beneden zat. Maar ik weet jou niet eens zitten. Ja, bro, echt. Weet je niet waar ik zit? Nee, momenteel niet. Maar zit jij nog op de plek waar ik je net zag editen, of niet? Ik heb net weer geëdit. Ja, maar dat zie ik dus niet. Ja, oké, okay, ja, oké, okay, ik weet het. Ja. Ik denk dat je daar ergens zit. Nu moet je daar ergens zitten, normaal. Daar. Of eentje lager, daar kan ik. Oké, ik spoed letterlijk weer op de power, oké. Okay. Bro, ik weet u echt niet zitten. Wat? Ik schiet het zo. Ja, ik schiet op mijn eigen raam. Ja, is goed. Zit er daar? Bro, ik zag het letterlijk. Daar iets kapot gaan onder, dus dat ik daar niet op had geknald. Echt gewoon helemaal aan de linkerkant voor mij dan. Bro, deze potjes duren lang. Waarom piek je niet? Bro, ik weet niet wat dat jij ziet, maar ik ben... ik zweer, ik ben echt al gewoon fucking lang. Hallo! Oh, fuck. Oh, shit. Lekker gedaan, lekker. Arnor wint deze ronde. Hij heeft nog 50 over. We mogen nu alle twee naar het hok gaan voor... Ik voor Shield en Arnor voor de chuck. Want jij hebt gewoon... Ja, ik heb die ene chuck wel al opgedronken. Dus hij maakt ja, oké, okay, maar neem dan een slurp of zo. Ja, Arnor heeft het lekker gespeeld gewoon. Ik heb wel een campfire van me. Nou, dat is niet erg. Laat ik even alles opnemen van wapens en zo. Mijn bouncer mag jullie niet vergeten. Nee, ik heb wel al shield, dus ik. Ja, ik heb enkel dus shield. Ik heb enkel mijn shield nodig, dus. Oké. Okay. Ik ga gewoon even achter. Ja, ik ga gewoon even een minietje, twee minis drinken en even een slurpje of zo. Oké, leg. Oh ja, wel, ik leg wel nog minis, oké. Okay. Mogen we straks nieuwe dingen aan het fort toevoegen of? Anders, je mag gewoon na elke ronde krijg je wel even gewoon om alles te recupereren. Maar ik ga denk ik gewoon niks aanpassen. Enkel gewoon dat ik een nieuwe gun moet pakken. En ik denk dat we nu wel gewoon met de boot gaan werken of met de diegelees. Kies maar. Maar ja, dan kies ik toch eerst voor de boot. Ik denk dat de diegel echt gewoon heel snel gaat. Oké, toen ik u pushte, zag je dat, of niet? Iste. Wat is dat nou hier voor de woord? Ik was aan het pushen. Nee, pushen. Oh, pushen, ja. Ik zat achter het fort. En ik zag je dat je... Eigenlijk heb ik één regel overtreden, want ik heb zeg maar wel een platformpje gebouwd. Hier, om naar beneden te kunnen springen. Eigenlijk was dat niet echt nodig, maar ik heb het toch gedaan. Nee, eigenlijk niet, misschien. Sorry. Spijt me, vergeef me. Maar, ja, ik moet juist even hier beneden nog even iets repareren. Voor de rest denk ik dan niks te straks hierboven. Ik moet echt veel repareren. Ik heb nu staan de bolt sniper, by the way. Ja, ik heb best... Oh, oké, ik kom naar beneden. Lekker slim. Ik ben enkel... ik heb wel kapot geschoten, dat is waar. Maar het ding is, nu ga je denk ik niet zo snel dingen naar beneden kunnen schieten, want dan moet je al twee keer knallen met je sniper, dus. Ja, en die sniper is
Dus één magazijn. En Sage is maar één, dus. Hier is alles in orde. Ja, zeg gewoon als je klaar bent, tel ik weer even af en kunnen we verder doen. Als ge, het ding is als je nu body raakt, is het gewoon, hoeveel is dat, 150 meteen? Ik weet het niet. Ja, ik weet dat een headshot over de twee, headshot is gewoon instant kill. Ja, dat is wel waar. Oké, ik zag je net de... Ja, maar het is me niet bezig. Oké, iemand is gejoined. Oké, en is geliefd, ja. Dus is niet erg. Sorry voor het geluid, mensen, kan ik niks aan doen, heb ik ook net al gezegd. Maar oké, kijk, voilà, nu is het weer al even kalm, dus... Kan ik anders? Wacht, nu mag ik wel nog bouwen, hè? Ja. Oh, oké, dat was niet de bedoeling. Ik maak er een mooi paleisje van. Een paleis? Ik maak er een paleis van. Ik zie hoe je allemaal van die hoekjes geplaatst, oh. Van die leesjes geplaatst worden. Ja. Ik vind dat wel een... Zie je mij zo van die huisjes. Ik vind dat wel een geinig idee. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat gewoon grappig. Maar ja, als je het goed bekijkt, kun je mij wel vaker raken. Want bijvoorbeeld op deze plekken... Oh, oké, jij bouwt ook daar beneden nog wat verder, dat is slim. Maar nu kan ik ook... Oké, ik kan nog wel op mijn bounce pad. Maar ik hoop dat ik nog naar boven kom als ik op deze hier kom. Kom ik nog... Oh, nog meer dan voldoende ruimte. Bobby, binnen 14 minuten. De was uitpakken of binnen 20 minuten. Oké. Binnen 14 minuutjes ga ik even, dat was het niet, maar ik stop de livestream niet hoor. Het is nog 10 minuten, dus dit kunnen we afspelen. Dus we ja, mogen even een klein beetje bouwresources halen. Ja, is goed. Ik ben sowieso al ready. Dat was echt kut, ik heb vol dat met je creme, maar hier liggen appeltjes. Dus lunkers meekomen. Ben je eigenlijk al full shield? Ja, ik ben full. Oké, kijk. Ik ben sowieso met alles full en mezelf met mijn bouwmateriaal en zo. Allee, ja, enkel hout dan. Oké, daar ben je nu. Zit je nu daar ergens? Is het daar ergens? Arno zit hier ergens. Het is niet moeilijk om mij te zien. Ik bouw de grootste ramp van mijn leven. Daar. Dank u wel. Nee, daar. Wat? Arno, kijk even wat ik kan doen. Do you see me or do you see me not? Eindelijk. Dat ze misschien niet wil bouwen. Ja, maar het moet bouwen. Moet. Verplicht. Bro, ik weet echt niet wat ik ga doen met mijn leven. Zie wat ik dan aan het doen ben. Bro, ik denk dat ik mijn moeite nog aan mijn bouwdingen kan. Allee, aan mijn wapens, zeg maar, voor straks. Ik heb echt alleen maar rampjes. Ik ga hier wel even... Ik ga denk ik even... Heel tactisch. Oké, dat was echt gewoon de kutste fout ooit. Weet je wel, satisfying is. Wat? Bro. Als je op die launchpad gewoon naar boven gaat en niks doet, gewoon stil blijft staan. Bro, had jij mij al die vlieger op die bouncepad? Die bouncepads gaan reten hoog, ik zweer u. Hallo. Bro, kijk naar mij. Ik zit op je beest. Ik bounce even weg. Hey, weet je, kijk. Kom even hier naar beneden. Is het normaal jouw tactiek, maar... Wacht, waar ben je? Maar kijk, blijf daar even beneden staan. Ik
Kijk, ik spring hierop, op die bouncepad. En dan vlieg ik zo weg. Wacht, op de launchpad, op de launchpad. Hey, eigenlijk is het best wel een goede tactiek op de launchpad. Om op tijd te komen. Dit is echt gewoon een slimme tactiek om tot bij u te komen, gewoon. Ja, ik filmt ook af op de launchpad en dan ga ik af terug naar mijn hobby. Denk je dat ik die tactiek niet zelf ook ga gebruiken nu? Oh, ga je gewoon... Maar hoe wil jij dat gaan doen in uw fort? Oké, ik denk dat je daar bent geland. Toon even één keer je kop zonder te snipen of zo. Neem je pickaxe... Oh nee. Neem je sniper wel maar gewoon en spring onder. Oké, ah ja, ik zie. Wacht, ik moet hier even nog iets bouwen. Bro, weet je hoe op de... Ik zit echt gewoon op de kutste plek. Waarom? Ik heb gewoon... Oké, eigenlijk heb ik er zelf voor gekozen, maar ik heb overal bounce pads geplaatst. Dus als ik een misstap die doe, dan vlieg ik gewoon op een bounce pad en vlieg ik meter de lucht. Hoeveel bounce pads heb je eigenlijk gebruikt? Ik heb er nu op gebruikt. Had je er 5 of zo? Ik heb er hier 4 en dan heb ik er 1 voor mij. Hier zo beneden. Ik heb er eentje achter mij. En dan deze, die hier staat om te pushen, stond er al voor dat we die regel hadden van de bounce pads en zo. Dus. Maar voor de rest, okay. Ik heb geen bounce pads extra gaan halen. Dus dit is echt gewoon de bounce pads die ik in het begin had. Ik ga even het assortiment bouwen dingen. Wow. Van die bounce pads gebruiken. Ik maak gewoon even zo. En dan doe ik even zo. Ik ben eigenlijk klaar. Ja, ik weet niet wat jou betreft. Ik heb het toch even eentje hoger gemaakt omdat ik dat wel leuk vind. Ik ben echt de guy van de hoogte gewoon. Dus we mogen niet bijbouwen of dingen. Vanaf nu. Als ik aftel, nu mag je nog bouwen. Maar als ik aftel en is op start, dan mag je niet meer bouwen. Dus launchpads mogen niet gebruikt worden, alleen maar bouncepads, hè? Enkel bouncepads. En de launchpad mag alleen maar voor bijvoorbeeld, stel ik val eruit, maar je kunt niet bij je bouncepad komen of zo. Moet je even zeggen van, oh wacht, en dan kun je via de launchpad wel weer terug naar de. Ja, ik denk niet dat ik een launchpad ga nodig hebben. Dus ik denk dat we gaan beginnen. 3, 2, 1 en start the fight. Kaas! Oké, daar heb jij. Oké, ik weet waar je zit, dat is al één. Maar ik. Dan zou je kunnen net rennen, maar waar ben je nu? Ik denk gewoon dat je daar zit, maar ik ben niet zeker. Oké, daar is. Hi! Ik weet, je zat daar. Maar hoe de fuck kun jij... Oh, ik denk dat je echt overal gaatjes hebt. Ja. Editen mocht wel, hè? Nee. Editen mocht. Nee. Ik ga gewoon heel goed doen. Kijk. Als ik nu dood ga, is het mijn eigen fout, maar ik vind het wel geinig. Zie je het? Hashtag geinig. Ja. Ik moet het even zo doen. Hallo. Hey. Dit is gewoon slim wat ik net heb gedaan. Zijn de meet is dood. Denk altijd dat het een mop. Weet jij mijn zin? Nee, dat is het probleem. Maar ik denk dat je oftewel zit je nog ergens boven of te... Ja, oké, nu weet ik wel. Allee, ik zag je net springen, maar ik zag niet naar waar dat je sprong. Zit je daar nog? Nee, dat kan niet. Dat is heel kut, want ik weet niet waar je zit. Zit je daar? Auw. Ja, oké, je zit daar dus al lang niet meer, want ik zou geen auw zeggen. Hé, een lama. Schiet daarvoor op die lama. Waar zit jij nu? Hi. Je springt niet eens.
Jawel, de 5 Pro. Wacht even, ik zal wel op een bonuspack spelen. I believe I can fly. Auwe, die, yo. Ik schoot van helemaal boven en die kolen zegt gewoon op je tweede verdieping. Nee, oké, ik zag u. Ik zat daar ergens. Ik weet je niet eens zitten. Ja, ik zag je net even springen, maar ik denk, ja, oké, dat is goed. Kut, maar het ding is, maar zit jij nog boven? Ja, ik zit nog boven. Ja, bro, waar moet ik mij beneden achter gaan verstoppen, vriend? Jij bent echt letterlijk de enige die beneden slim heeft gedaan en heeft gebouwd. Je weg nog steeds niet. Als we nu even slim. Weet je waar ik zit of niet? Nee. Oké, dat is handig dat je niet weet waar ik zit. Nu ga je het sowieso wel weten. Ik zie je ook niet. Weet je hoeveel schoten dat ik vuur? Ja, nee, want ik zeg het net. Ik weet niet waar of hoe dat je zit. Maar je weet niet wat mijn tactiek is nu, hè? Nee, maar ik lok. Ja, anders moet je springen. Wow! Dat was niet de bedoeling! Nee, kan je steen om het te repairen, fuck! Ja, maar ik denk dat de tactiek is om mij naar beneden te schieten of zo. Ja. Maar het ding is dat oftewel zijn mij aan het afleiden om naar hier te kunnen komen, dat kan ook. Fuck die shit, vriend. Ik laat dat ik... Enteren! Scoot je nu van beneden mee? Ja. Oh fucking hell. Ja vriend, ik weet niet hoe alles werkt bij je, dus ik weet ook niet waar dat jij zit. Ik weet niet alle... Ja, ik weet die plekjes niet op deze base. Ik zit nu wel bovenaan, maar het kan zijn dat je nu beneden zit en dat je in één keer achter mij staat en zo. Oh, ik weet anders... Ik weet denk ik wel waar dat je naartoe wilt gaan, eerlijk gezegd. Ah, waarom schiet je mijn beest kapot? Ik doe dat niet. Of nee. Waarom gebruik je mijn bounce pad zo? Mocht dat niet. Mag je ook die launch pad in het midden gaan gebruiken? Enkel als je uit je beest aanvalt, dan kun je niet meer erop komen, dan wel. Zo jij in mijn beest en ik in uw beest. Hoe geinig zou dat zijn? Maar bro, zit je nog in uw beest of niet? Misschien. Ja, ik denk niet dat... Anders zou je denk ik wel al lang hebben geknald. Misschien moet je snipen naar jou wees. Nee bro. Ja maar schiet jij dan ook op mij of niet? Als ik moest snipen naar mij. Oh fuck, ik heb gebouwd. Ik zit in jouw wees te zoeken naar een weg. Om naar boven te komen. Maar het ding is, ik weet niet waar dat jij nu zit, zeg maar. Ja, ik weet ook niet waar jij zit. Maar wil dat dan zeggen dat we gewoon onze eigen beestjes naar de zak mogen schieten? Eigenlijk mag dat wel, ja. Want het reglement was om niet elkaar beest kapot te maken, maar... Ja, ik zie het al, want je hebt de ramen aangepast. Je hebt de ramen aangepast, ik zie het nu al. Maar het ding is, ik durf gewoon geen 2 seconden... Ah, nee, wacht. Dat is beneden. Je hebt... boven heb je nog niks aangepast. Bro, de cirkel is echt gewoon zo fucking close. Maar waar zit jij? Show yourself. Waar zit jij? Bro, ik ben hier al de hele tijd aan het rondhuppelen. Ik zie je niet. Fuck die shit. Ik
voor voetstappen. Fuck ja, you, jongen. Vriend. Fuck you, vriend. Ik zat de hele tijd achter een muurtje. Hij is zo lep, boy. Wacht, ik hoorde hem net. Zit je nu beneden mij? Waar de fuck zit jij? Waar zit jij? Ja, bro, echt fucking hell. Zit jij nu in de cirkel of niet? Ja, ik zit in de cirkel, ja. Gaan we uit de cirkel of niet? Ja, maar... Het ding is dat ik niet weet waar jij zit en dat is het kutte. Maar het ding is, normaal gezien pak jij nu meer damage dan mij. Vliegt naar de andere zone de cube, zeg maar. Oké, dat gaat er wel fucking snel zijn, maar dat boeit niet. Ben je al uit de cirkel? Ja. Echt? Ja, ik ben al bij de cube. Hoe ben je bij die cube? Onze wapens! Ik ben al bij de cube. Hoe kom je zelf al daar al? Oh, maar ja, deze cube healed, hè. Als je die niet slaat, doet die dan ook damage of niet? Ik weet niet. Maar ik snap niet hoe jij daar al eigenlijk bent gekomen. Launchpad. Oh, mocht je launchpaden? Ja, wel om naar een andere ding, wel om naar een andere cirkel te gaan of zo. Ja, ik zit nu hier te cremeren in de storm. Echt? Oké, dat ben ik wel echt sneu, maar het ding is, ik heb normaal gezien nog even wat loungepads en ik ben bang om in de cirkel te komen. Dus ik ga vanaf het midden van de cirkel. Oké, ik ben letterlijk nu op midden. Echt op midden. Ik ga kijken wat ik nu zie. Ja, jongen. Ik zie jou. Ben je nu net de cirkel? Ah ja. Ik kwam net schieten, dus dat jij doodgaat. We zien nu, ja oké, ik heb nu wel gewonnen, maar het was een beetje kut door de cirkel. En ik denk dat Arnor anders wel echt had gewonnen, want hij is gewoon een betere sniper dan mij. En gaan we duo's of? Fuck. Ja, we gaan waarschijnlijk wat duo's doen nu, maar ik ga die denk ik eerst even checken voor mijn was, dus duo's is voor mij goed. Maar ik ga sowieso eerst even de was uithalen bij mij. Ik ga eerst even kijken voor de was, dus ik ben direct terug. Ja, ik ga dan even dan eerst drinken. Arnoos. Oh, ik ging net vooral nu met even bezig spelen, maar het is oké. Wij gaan even drinken halen. Ik ga even kijken voor de was, dus tot zo over een minuutje of vijf. Spoel om, als je dit daar bekijkt, over vijf minuten ongeveer weer terug. Dus, of wanneer de gameplay weer begint, kun je ook verder kijken. Dus tot binnen vijf minuten.
ik ben terug. Oké. Oké. Oh, hopelijk gaat het wel echt lekker doen. Hier 91 lekker. Hier 91, dan heb je de fancy basketbal. Weet je zelf dat ik hier 91 ben? Ja, je kunt dat wel zien. Ja, je kunt dat zien als je zeg maar op je, ja, op je teammate of zo klikt, dan ziet je ook zijn team meteen. Ja, maar die fancy dingen heb ik al. Waar gaan we landen? Ben nu bij die. Risky misschien. Oké, fine. Ik hoop dat we even overleven. Nu spring ik altijd omdat ik gewoon nog steeds denk dat ik in die gravity zone zit. Even de busje bedanken, hè. Moet wel, hè. Zeker. Als mensen hier naar kunnen blijven kijken zonder duizelig te worden. Chapeau dan. Zit je te draaien met je scherm of zo? Ja. Bij mij lukt dat niet met mijn sensitivity aan. Ja, ik denk dat ik bij mij op sensitivity 7 of... Ja, 7 denk ik. Ja, dat is anders bij PC aan. Ja, maar dingen op PC-spelers zijn... Oh ja, die staan erom bekend gewoon met meer skill en zo, dus... Die draaien ook gewoon veel sneller en zo. Ja, bij mij niet. Ik zit op iets van 11 of zo te spelen, 11 sensitivity. Wij kunnen denk ik. Is dat niet een PlayStation Metal 10? Ik weet niet, maar... Echt het, als je niet aan je sensitivity gaan, denk ik, op PlayStation, op PC komt, dan is dat 28. Dat is echt goed. Ik zie, een Sunster Rider. Ik zie sowieso iemand achter. Oh ja, wow, 3 mensen dan. Waar land je? Hier, ja, Longbourn huisje. Ja, ik ben op hoofd geland, maar dingen, er landen 2 mensen bij mij, dus dat is niet chill gewoon. Ik heb je wapen. Moet je komen? Ja, ik heb je wapen. Ik kan me je bal klingers geven als je wil. Ah, niet dat geen kist, broeder. Ja, ik ben verpakt. Ja, pas op, want er komen mensen richting u. Ik ga naar de huizen snel. Zodra dat ik wapen heb, kom ik. Oh, oké. Okay. Ja, ik had van die grenades, van die nieuwe. Oh ja, die zijn wel echt chill. Dus ik als die nu mensen zijn geland, ik word echt helemaal ziek in mijn kop. Oké. Okay. 2 pistolen. Die guys zijn even. Pump shotgun. Oké, okay, een hunting. Ik heb nu een tactical, ik heb nog een kist boven mij. Dus ik ben een beetje gelukkig dat er iets in die kist. Ja. Oh, 3 pistols in 1 huis. Oké, ik heb een AR. Ik heb hier wel nog een kist boven, dus misschien ik heb een AR, ik heb een shotgun en ik heb een pistol. Ja. Ik ga even snel in uw garage kijken. Ik heb nog een hunting voor u boven. Helemaal boven of? Nee, hier het. Hi. Hoe blauw. Ik heb de groene variant. Do you have bullets? Ja, ik kan wel even splitten. Thank you, senpai. Hier nog een shotgun. Ja, ik heb een shotty. Ja, ik heb shotgun. Ja, ik heb tech. Dus ik hoop als we mensen killen dat die wel een pumpje hebben. Ja, anders wil je die pump. Nee hoor, is niet. Nee, ja, mij maakt het niet uit, hè. Hey, maar ik weet dat jij zeg maar nu de betere speler bent, dus al ja, nu geef je zeg maar de goed. Arnoor is zo'n leuke guy mee te spelen. Hij heeft een score, hij kunt hem gewoon grijze jaar geven. Hij zal zeggen, ja, je Ik denk dat ze misschien al door zijn, want ik zie Rams gebouwd. Of wat is het dood of terwijl ze gewoon ergens aan het campen. Dus ik wil even hier op het dak. Ik zie ook wel Ramp, ja, misschien bij dat. En dat werd net gebouwd daarin. Sinds wanneer is de maar... film gedaan? Oh, waar is het gebouwd net? Maar dat is nu al gedaan. Echt op 210. Ik denk dat ze al weg zijn.
richting die huisjes. Ik zie je, Ben. Ik zie daar echt loot. Ik zie daar loot bij dat klein huisje op 200. Oh, hier is nog een kist en al. Oh, ik neem wel echt gewoon die impulsers mee, hoor. Ik heb nog die ene rare dingen. Hier is nog een pump, hier is nog een pump. Groen, blauw zelf. Je laat eigenlijk daar liggen. Ja, iemand die al een blauw pump heeft. Heeft zelfmoord gepleegd. Zelfmoord gepleegd. Ja, ik zou gewoon zeggen, ja, gewoon gaan en we zien wel waar we uitkomen. Zoals we even naar Tomato Temple gaan. Misschien wil je die dubbel barrel, man. Oh ja, eigenlijk, dat is echt. Ik ga juist die green AR meenemen dan. Die barrel vind ik echt niet chill gewoon. Nee, heeft hij ook. Fuck off. Waarom? Ik had die bij de eerste keer gekocht. Ik vind dat echt gewoon zo naar een leak video en ik zag die, dus ik wou die. Ja, ik vind dat ook echt wel een episch dansje. Ah ja, episch. Ja, ik vind het wel echt een leuk dansje gewoon. Het is ook een episch dansje. Zie je, ik ken Fortnite wel. Ik hoop dat ik u hoor en anders ben ik fuck. Nog impulses beneden in de kelder. Ja, ik zie meteen wel. Ik werd net gesniped. Was dat u? Ja, echt. Oh, hunting en ik heb. Ja, ik heb minis gevonden. Laat me even die twee minis innemen. Het kwam ergens van Southwest of zo. Southwest. Terug om eten of zo. Ik kom naar u. Ik ga geen impulsers meer nemen, of misschien even snel. Wow, joh. Waar jij dat die net even naast mij weghakte? Ik werd weer gesniped. Ja, nu is het ook op mij. Van waar? Dat is nu echt de vraag. Wow, joh, ik hoor. Oh, wacht even. Ik kom even bij u binnen. Hoi. Fuck. Doe het even zo. Hup. Bro, ik snap niet van waar dat die nu snijpen. Ik heb een hutje. Oh, plaats. ik zie ze. Recht voor ons op de berg. Ja, lekker. Ja, hij was aan het pieken op mij. Hij was echt gewoon tering hard aan het kijken op mij. Ja, ik ga mee pushen. Hallo. Oh, lekker. Lekker. Nee, wil jij die bolt of niet? Nee, maar ik weet dat hij echt gewoon ziek zijn met bolt en zo. Ik neem wel even die drumgun mee. Kijk, anders naar brug hier en naar Lazy dan. Ja, doe afwijken. Maar. Ik zag je wat ik deed? Ik sprong gewoon met mijn impuls gewoon volledig over hem. Dat is echt gewoon de kutste actie ooit. Denk ze van, ja, ik spring wel even. Jij die big shield verderop. Ja, is goed. Oh kut, ik had mijn dingen gebruikt. Per ongeluk. Ik neem die even snel hier een toekje in even. Ik ga nog wat ammo pakken. Hup. Maar dat is echt gewoon het ding als je pump 35 damage. Mijn pump deed 34 damage. Ja, maar ik ben nu echt gewoon gewend voor de spray. Kijk, ja, ik kan hier alleen maar in de grond bouwen. Oh, wat? Ja, oké. Okay. Ja, ik bouwde even snel iets en toen bouwde ik ook een grond. Ja, als het een lazy blijft, denk ik niet echt dat het een leuk gevecht kan worden. Maar het ding is wel, we hebben alle twee een soort van sniper, dus dat is op zich wel chill. Ik heb ook bandage bij mijn team. Is daar niemand? Oké, okay, nee, dat is gewoon een golfkar. Oké, okay, nee, het is niet loot. Deze. Ja, het wordt loot leek. Het wordt loot leek. Even dit huisje, misschien ligt daar nog iets. Ja, de cirkel wordt loot leek. Zit je qua bal met? Ik heb 400, dus I'm safe. Ik heb 267 goud en in de 200 steen. Ja, ik heb 15 steen, 20 metaal, 449 goud, dus. Ik wou eigenlijk nooit. Ik ben niet echt die bouwer, dus.
Laat ik even voor de keer van die vrouw. Kan zijn dat er wel nog een paar mensen in deze zitten, maar ik weet niet ja, zeker. Ja, kan altijd, maar ding is, dat kan ook nu nog in risky zijn dat ze ons ineens pushen. Maar we zitten wel goed qua loot. Ja. Dus denk nu niet moest echt... ik die Scarres nu in dit potje hebben gevonden in plaats van Playground, hè? Ik had denk ik die granaten mee. Je kunt wel. Ik neem echt gewoon impulsen mee. Maar het ding is, mijn impulsen met deze dan zo... Als je iemand wil pushen, dan geval van hoog, zei gewoon... Hier is een slurp. Ja, ik kan die wel innemen. Ja, neem hem ook maar in, want dan zit je ook gewoon... Hier is nog bandage in de garage, achter de truck zeg. Oké, hier ligt ook nog bandage. Ik hoor een kist. Beneden, ja. Oh, big. Kan je die misschien meenemen of niet? Ja, maar dan moet ik wel de impuls erachter laten. Moet je zelf weten. Ja, ik laat wel gewoon een dode water. Ik word gebeld. Maar ik denk dat we nu een beetje lazy moeten blijven. Nee. Ik word toch niet gebouwd. Ja, maar ik zou dan wel hier de berg op gaan, door een beetje overzicht hebben en wanneer we worden gepusht en zo. Ja, maar ik wil niet echt zo. Ik weet dat je niet wilt opvallen, maar ik ga toch even snel. Loot Lake is sowieso geloot. Moderne bij Loot Lake is ook sowieso gebouwd. Bij de dat er nog mensen dus die zo gaan zijn bij die. Doet hem dingen. Ja, maar je hebt ook altijd mensen die gewoon daar echt fucking lang blijven staan en dan wanneer dat ten uitkomt, gaan ze gewoon in de rift en zo. En dan in één keer pushen ze achter u en killen ze wanneer dat jij op iemand anders aan het aimen bent. Maar die guy van hiernet was echt gewoon. Weet dat wat was ding een sledgehammer. Dat was een sledgehammer, hè? Ja. Maar weet je welke skin ik daarvoor. Ik zag letterlijk daarvoor een no-skinner. Ja, ik en toen ik dichter ging, zag ik pas dat dat een sledgehammer was. De nieuwe no-skinner. Ik zie gebouwd op Southeast, maar denk al verlaten een muurtje. Ik zie een lama. Letterlijk op 139 in dat riviertje, zeg maar. Oh, Rift. Rift 160. Nee. Die lama wacht. Zeker. Er moeten ergens mensen zitten. Er moet ergens, want er is letterlijk Rift terecht voor ons gebruikt. Ik zie wel iets, een soort van bijzachtig iets op 190. 191. Voor het Broken House. Op de berg is er. Ja, ik zie bij dat huis. Ik kan zover niet kijken. Ja, ik een beetje. Ik zie een paar strootjes, maar niet allemaal. Ja, we moeten. Oh, ik zie. Nu zie ik wel gebouwd. Oké, het laat in nu bij mij. Het laat nu in. Maar anders moeten we dit hier gaan nemen. Kunnen we hier doen omdat we toch nog op de rand. Maar 13 mensen zijn nog best veel voor zo'n cirkel, hè? Nou, ik heb. Weet je wel, dat ik eens voorhield. Er waren iets van 21 mensen met zo'n cirkel, dus. Okay. Oh, voor ons? Op het. Ja, ik zie. Weet je zo. Ja, no skinner zie ik. Eén of twee. Ja, ik zag twee één mensen. No skinner. Ja, het zijn sowieso twee mensen. Eentje zag... met zo'n dino... Backpack. Anders eens proberen. Ja, oh, ik dacht dat er nog iemand was. Wilt je ze besluipen of wil je echt gewoon er recht in? Ja, naast u. Kan zijn dat ze mij al hebben gezien, maar ik weet niet zeker. Bro, ik weet niet waar ik zie ze niet eens. Oké, ja, ik voor gebouw. U. Gezien. Gaan ze weg? Of wat doen ze? Nee, de pushen schiet wel weg. Wow, ik ben gesniped door die ene guy, ik ben low. Wat een achter. Andere guy komt, zit iets lager nu. Ja, fucking kut, echte waarheid. Oh, echt, fuck.
Die ene guy was echt gewoon zo, maar zo lullig. Die guy, hij ziet hem nooit schieten. Nooit scoot hij. Dan, wanneer hij op... Ah, echt, wanneer hij op iemand anders aan het zit, komt hij. Dat was zo een guy. Hij ziet hem nooit. En in één keer is hij daar. Maar die ene was wel niet slecht, hoor. Nee, dat weet ik. Maar die guy, je zag hem letterlijk niet. En dan als je op iemand aan het emo waart, dan, ja, dan was het van, hey, hallo. Ik ben wel weer in tier omhoog, dus dat is op zich goed chill. Oh, nu gaan mijn hond blaffen. Ja. Star! Oké, okay, dat was best leuk. Misschien Paradise gaan proberen. Kan wel druk zijn, maar ik wil het wel wagen. Dit is Gucci. Maar daarom houd ik het niet meer van shotguns. Maar de shotgun gewoon niet meer zo'n damage. Oh, ik hit iemand voor 8 damage op. Misschien niet eens één in muurtje afstand. Wat gaan we nemen? Welk huis? Gewoon meteen springen en ik weet niet welk huis dat kan nemen. Zie je dat huis waar je rode marker een klein beetje op komt met dat zwembad? Ja. Gaan we dat anders proberen te creëren? Ja, probeer maar ik zit best... Dit is paradise, hè. Met zoveel bergen kun je nooit eigenlijk laag droppen. Je kunt nooit laag droppen in paradise. Ja, sowieso twee man al op de die in het berg. Oh nee, daar ja, is er niemand. Kut, ik pak het midden en er is geen gun. Oh, je hebt me verlaten, gezellig. Ik heb geen gun. Laat me met rust. Je hebt me verlaten, Arnoor. Hoe durf je? Ah, ik probeer te komen. Ja, maar het schiet niet aan mijn finish, 100%, ja. Wow, een bitch. Ja, die... Waarom raak je? Fuck off. You have killed my friend. Dat vond ik niet zo very nice. Oké, daar is ook iemand. Ik ga echt gewoon in de push nu. Anders moet... Nee, fuck die shit echt. Als ze shotguns hebben, ik ben dood. Maar ja, hebben ze dan nu, ben ik wat scammer. Hij gaat hier boven achter het hoek. Oh, had ik nog één keer kunnen schieten, had ik hem. Ja, ja, toch een kill. Op het uur ga ik denk ik wel stoppen met streamen. Op welk uur? Ja, gewoon als ik nu, dat is nog 5 minuten, dus waarschijnlijk zal dat na het potje zijn of... Ja, maar dan stop ik waarschijnlijk wel met streamen, dan ben ik een uur bezig geweest, dan vind ik het wel mooi geweest. Oh, dit is, dat, oké, de loading screen vind ik wel echt cool. Die loading screen is zo awesome. Welke? Ja, die met die omen op. Ik heb die van het vorige season. Ik wil eens een dusje droppen. Nu... Oké. Okay. Ik weet niet waarom, want dat lijkt me weer. 5 epic dansjes zonder de Battle Brass dansjes. Ik denk, nee. Ik heb niet eens een gouden dansje. Een epic? Oh, epic, ja. Ik denk, ja, één heb ik er. Dat is de Disco Fever. Ja, Disco Fever. Die heb ik gekocht. 800 V-bucks.
Weet je wel dat ik dan aan het dansje heb? 8 maal 5 uur voor mijn epic dansjes. Jij bent een echte goed gamer. Maar besef dat sommige mensen daar meer dan 1000 euro in steken. Oké, er zijn sowieso mensen. Waar wilt je droppen? Ja, wat wil je dingen? Ja, ja, ik noem Dusty, maar ik bedoel, waar is een Dusty? Ja, ik ga denk ik weer voor mijn toerentje pakken. Ja, oh, oké, okay. Ik ging daar ook net landen, maar oké, okay, als je daar... G-man? Ja, ik zag ook net iemand, maar het ding is dat ik liever... Ik heb een clubpistool, hè, just saying. Ja, hier is er nog een chest in de truck. Ja, ja, maar let op, want... Ja, ik zou nu gewoon echt eerst op mensen gaan, vriend, want... Ik kan nog wel een beursje houden voor jou. Ja, ik zag mensen die al shotguns hebben. Ja, maar kunnen sprayen. Hè. Oh, die boer ook. Iemand op boven dak ook. Hit. Iemand nog? Ja, die andere mij, is achter bij mij, achter mij, achter mij. Hij is echt bijna low, ja. Ja, maar er zat ook nog iemand achter mij. Kruip er even in, kruip er even in. Ja, ik hoor hem, ik hoor hem. Ja, ik heb je materiaal meer. Ja, 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 ander. Oh, ik hoor hem ook, maar ik zie hem niet. Je weet hoe kut het is, ik hoor hem, maar ik zie hem niet. Oh, waar de fuck zit die guy? Oké, hij zit voor mij dus. Broer, ik zie hem echt niet. Broer, waar de fuck zit deze man? Revive, probeer te revive. Ja, maar die guy komt dan pushen waarschijnlijk, dus dat is het kutte nu. Oh, wacht, ik zie hem. Wil je moet stoppen. Oh, broer, ik ben zo low, hè. Wat? Ja, ze pushen. Oh, fuck. Sorry, I have tried. I have tried to, but they are too strong. And now I'm gonna set off the livestream. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe livestream. Vergeet niet te liken, te abonneren. En ik check jullie bij een volgende stream. Nog even een tandje voor het af te sluiten.